atletiek indoor op het programma. Eline Berings kon terug haar goede vorm van de laatste maanden tonen op de 60 meter horde en 60 meter vlak. Veel topatleten proberen de minimumnorm voor Turijn te halen. Volgende winter vinden daar de Europese kampioenschappen atletiek plaats. Eline Berings en Tia Helleboud laten de Vlaamse kampioenschappen niet links liggen. En deze Mathias Rossé zorgde gisteren voor de beste wereldjaarprestatie op de 800 meter. Zijn tijd 1:48.96. Rossé pikt nu naar de minimumtijd voor het EK in Turijn. Ik had graag zo'n tijd gelopen, misschien nog iets rapper voor dat EK indoor. Maar ik ben zeer tevreden, het was een goede koers. De twee waren mee afgesproken aan vooraf te lossen. We hebben haar werk supergoed gedaan, dus ik ben een tevreden man, maar jammer van die 1500. Wim Blondeel lag 5 maanden stil in het kogelstoten. Vorig jaar wierp hij 17,40 meter en bij zijn eerste poging is het al raak. 17,98 meter. Zijn belangrijkste tegenstander Philippe Eekhout strandt op 17,03 meter. Blondeel gooit daarna 5 keer fout, maar de Vlaamse titel is binnen, de zoveelste al. Eline Berings liep op de 60 meter horde de 4e wereldjaarprestatie. 8 seconden en 9 honderdste. Op de 60 meter vlak krijgt ze goed weerwerk van Frauke Peene, maar ze houdt goed stand. Ze wint in 7:43 en is dus 2 keer Vlaams kampioene. Een ticket voor Turijn heeft ze op zak. Ik ben vandaag geselecteerd. Ik heb 8:09 gelopen, dus ik mag zeker meedoen. Dus stap 1 is gezet. En wat verwacht je daar, ja? Ja, dat is moeilijk om nu al in te schatten, maar ik zat 2 jaar geleden in de finale en ik hoop van minstens even goed te doen. Op de 400 meter moet Wenny den Hazen het opnemen tegen de Olympische 4x100 meter loopster Elodie Ouedraogo. Ze wil een pak beter doen dan haar beste tijd van 55,60. In de reekse eerder op de dag was den Hazen 42 honderdste sneller dan Ouedraogo. Het is een nek-aan-nek race met den Hazen die altijd al een tandje kan bijsteken in de laatste meters. Ze wint in 54,80, maar de tijd voor Turijn is 53,35. Er is dus nog werk aan de winkel voor de Maldehemse, maar ze heeft één troost. Geen enkele Europese atleet liep tot nu toe de minimumnorm. Ik ben blij dat ik onder die 55 zit. Dus, ik wist dat het is dat, dus eindelijk bevestiging. Dus, is goed. En Corinne de Baats uit Sint-Martens-Lierde liep bij de Masters 45+, een nieuw wereldrecord. De nieuwe recordtijd op de 1500 meter is 4:28.78. Einde van deze nieuwsuitzending.